leuk dat voor voorwiellagers eraan komen. Omdat die echt zo'n resonantie maakt. Ja, ja. En dan is het weer weg. Heel raar. Maar als het te lager is, dan is het meestal een egaal geluid. Ja, dan zou je in een bocht, hè, in een bocht zou je het moeten horen. Maar ja, omdat het een heel ander systeem is dit. Ik heb wel eens gehoord dat dat inderdaad daarmee begint, dat geluid. En dat die dan een beetje gevoelig wordt. En dan de banden ook raar gaan afsluiten. Dus dat zou bij mij ook nog kunnen. Hij maakt geen lawaai hoor, maar ik heb het idee dat hij gewoon gaat trillen. Ja, dat kan gewoon een onbalans zijn. Ja. Hebben jullie nog gevolgd op Facebook, die gozer die iets aan zijn rechter voorwiel had, die in Duitsland, Duitsland stond? Ik reageer er gewoon niet op. Het is gewoon een remmeltje op. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Dat heb ik ook gehad al. Ja, ik ook. Dat is een keer gemakkelijk mee naar huis te rijden hoor. Ja, ik word een beetje moe van die groep. Gezegend, hè? Gezegend. Ja, dat kan wel. Maar het blijft goed, hè? Met al het schoonmaken die ook even nagaan, hè? Van Action, dat staat er voor. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, beter dan het was. Ja, maar hij was het. Ja, het begint er alweer doorheen te komen, hoor. Hier zo. Is hier, wordt weer... Dus een keer overnieuw doen weer. Ja. Nou joh, dan kom je even een keer naar de haven en dan spuit je weer op. Maar je hebt het niet gedaan. Maar het kost niks te doen. En het is eigenlijk te mooi. Ja. Ik stond te kijken. Alleen hiervoor heeft het al met het... Dat is voor mij nog net niet uit. Dan moet je de haven weer afhalen. Dat is voor mij nog lastig. Oh, heb jij je alarm trouwens uitgezet? Sorry? Heb jij je alarm uitgezet? Ja. Ja, we krijgen elke keer de pushbericht, weet je niet? Word je goed elke keer de pushbericht van... Heb je je motor meegenomen? Hartstikke blij, weet je niet? Ik krijg het van. Wat Nick Brouwer, die doet dat niet, met rijden om... Nee, want ik was te laat en heeft mijn achterband gedaan en je rijdt om. Dat moet je wel nemen, want dat is niet aan. Ja, dat is goed. Dus, maar ik zou het over nadenken. Ja. Anders even weten, wanneer heb jij tijd om te doen? Nee. Ik rijd om dit. Tegen? Wanneer heb je tijd om dat te doen? Als je het hebt, dan is het zo gebeurd. Ja, maar wanneer kun jij dat naartoe? Altijd. Zullen we vanmiddag even kijken, het is hier te pakken, ga je een afspraakje maken? Allebei die dingen? Gewoon even langs rijden. Ja, goed. Je kan het mooi, hoe heet dat doen, voor de barbecue van Nick Brouwer? Dan heb je toch de hele ochtend vrij. Goed idee. Patrick, hij zegt voordat je gaat rijden bij Nick Brouwer. Nou, volgende week. Ja. Volgende week zaterdag. We rijden toch wel in dezelfde richting. Ja, zie je er even in. Gaat de route er al op de vijl? Nee, ik weet alleen dat het in Amersfoort beginnen is. Ja. Nee, het komt bij de McDonald's of zo, hè? Nee. Nee. Twee afslagen terug. Oh, wat de McDonald's is, heb ik niet gekeken. Oh. Ja, hier, dus... Vergeet ben je dus zo weer bij die... Dus als jullie dan zeggen van, nou eventjes vier bandjes, rijd onderin. Ja, maar ik moet het altijd even afgeleken, dan heb ik wel een maar voor mij maakt het ook, als je van de week nog tijd hebt, dan kun je het ook een keer doen. Het is allemaal prima. Kijken. Want na, weet je... Na die twee tochten naar de kerstrit, dan ga ik op vakantie en dan staat het ding drie maanden stil. Ja, misschien kan het beter daarna doen dan toch. Ja, of de week en dan ga ik toch nog twee routes. Ja,
weet je wat het is? De mensen die er slechte ervaring mee hebben, die hebben te veel in de band hebben gezeten. Ik denk dat Erik dat ook gehad heeft, Erik van Ooyen. Want die haat het spul, maar die heeft er te veel in gedaan, denk ik. Ja, maar dat is gewoon niet van die ervaring. Ja. Kijk, want ik heb ook kleinere wieltjes, dat hield ik weer. Ja, precies. Dus dan moet hij gewoon eventjes een keer, doet dat goed. En dan is het klaar. Was er 17 euro of wat per band of zo? Ja, dat hebben ze bij... Dat ben ik gedaan. Ben ik gedaan. Oh. Die ze de werkplaats uitstaan, maar ik zag het thuis pas. Dus ik kan er niks mee. Ben je nou weg moeten zoeken? Nee, het is te laat regen. Maar misschien kan je wel met grof poetsen nog een beetje weg moeten, hoor. Ik zal het melden bij Nick. Ah, en bij de skin, denk ik. Ik heb wel een spaarbusje met matzwarte verf. Dus als je dat op een sponsje doet en dat eroverheen, dan is het matzwart. Ja, een overklimming kan er niet op. Die beter zo laat. Ah, het zijn gewoon Speedy Gonzales streepjes. We gaan nou kronkelen, achter wie aan? Gaan we nu ook kronkelen? Zijn we al op het begin terug dan? Nee, we zouden vanaf Amersfoort er kronkelend heen gaan. Nee, kronkel. Ja, oh ja, kronkel, dat gaat natuurlijk apart. Ja. En dan snijd snel even. Zijn we nou? Ja, en dan naar het beginpunt. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt wel, hè? Ja, rijden maar. Ja? Even kijken. Ja. Dit is een binnendoor. Mooie. Wat? In de pauze bepalen we Geert even en dan spreken we even af. Voor die rijden om. We gaan gewoon langs rijden voor mij, hoor. We kunnen gewoon langs rijden daarvoor. We hoeven niet naar binnen, hij pakt het ding, hij gaat naar buiten en hij pompt ze klaar. We hoeven steeds achter te maken. Zeker weten. Ja, het is... Dan rijden we voor niks. Het is echt een fluitje van een cent, hoor. Ja, vijf, misschien 3 minuten per motor. 1 minuut per band. Nou, dat is de, dat moet hij wel heel snel wezen. Ja, oké, 3 minuten per band. Ja. Ja. Het is beter om gewoon even af te spreken. Ja, dat kan ook. Ja, dan gaan we daar gewoon doen. En dan zal ik hem maar roepen om 9:30 's ochtends. Dan zeggen we, dat kunnen we niet. Einde ochtend. Want we moeten natuurlijk wel de kronkel moeten rijden. Ja. Thank you.
Achter jou waren de rijbaan, hè? Ik sta al op jullie te wachten. Jullie gaan toch twee keer rechtsaf.